Trouwe kijkers, daar zijn we weer. Goedemiddag inmiddels. Net middag geworden. Nou ja, eerste nachtje gehad. Als een zonnetje geslapen. Klopt. Het was weer een avond om niet te vergeten. Details zullen later volgen, maar zijn niet voor de jonge kijkers beschikbaar. Zeker. En misschien wel leuk om. We hebben net boodschapjes gedaan. We hadden geen volle koelkast toen we aankwamen, dus we zijn even veilig. Een stukje gereden. We kunnen de mensen wel even ons koelkastje laten zien, toch? Gaan we dat laten. We nemen jullie even gezellig mee naar onze koelkast. We zijn bij de Kaufland geweest en we hebben even lekkere boodschapjes gedaan. Donnie, laat jij eens even zien wat we allemaal in de koelkast hebben. Kijk, we beginnen met het belangrijkste. Beck's bier. Een Beckie biertje, een lekker. Duits bier. Ik zie cola, Don. Ik zie Red Bull. Cola, Red Bull. Vertel ons eens meer. Een melkie die een beetje lekt. Oh, een klein beetje. Schijnt hij erbij te horen. Ik zie ook dingetjes voor op brood. Ja. Ik zet hem recht neer. Even voor onze ouders, hebben wij ook vitamine in huis? Of iets gezonds? Vitamine zitten. Kijk, kipfilet en ham. Kipfilet en ham. Wat hebben we hier? Ik zie een paar kasten, Don. Zit er nog wat in de kast? Oh, nog meer kaas. Gouda kaas. Ah, Gouda kaas. Voor de tosties. Ja, fantastisch. Ja, een paar biertjes nog. Dat is ongekend. Don, neem ons even mee. Oh ja. Dit is een fles Stalingrad. Kennen we allemaal nog, hè? Zeker. Ja, kennen we allemaal nog. En we gaan even de kastjes. Hier zit niks in. Er zit niks in. Doen we ook niks in. Ja. Andere. Oh, mooi. Kijk eens, lekker. Brood, hè? Lekker. Koekjes. Brood. Oreo. Nootjes. Lekker wat chippies en wat snoepjes. Oh. Niet hoor. Nou, dit is top, Don. Dit is top. Maar Don, neem ons even mee, want wat gaan we vandaag doen? Wij gaan vandaag naar Fratelli. Wij gaan zo even onze zwembroek aantrekken. Maar dit kan echt niet, hè? Dit kan niet. Ik zie een bal trouwens, Don. We hebben een bal gekocht. We hebben een bal. Ja. Ja, ja. We gaan. Oh, netjes. Nou. Het speelt bij Montfort. Veel hoger wordt het ook niet. Nee. Maar we gaan even bij het strand kijken. Ja. Kijken wat we daar, of het een beetje lekker is aan het strand. Ja. We hebben wel een rondje gelopen, maar dat was gisteravond. Nou, het zag er niet slecht uit. Het zag er zeker niet slecht uit. Het zag er goed uit. Ibiza is er niks mee. Ik denk dat we maar de kijkers niet te lang moeten laten wachten. Wij gaan jullie meenemen en dan... Ja, dames en heren. Tweede dag in Mamaya. Het is inmiddels een uurtje of drie. We hebben boodschappen gedaan vandaag. Ja. We hebben... een stukje gereden in de auto. Ja. De auto had ook een beetje dorst, dus daar moest ook nog wat in. Er ging even een likje vocht in. Nu zitten we hier aan het meer. Mamaya heeft een meer en een strand. Aan de ene kant een meer en aan de andere kant 100 meter verder een strand. En we zitten hier lekker met een... Even kijken, Dan, kan je iets vertellen over dit biertje wat hier staat? Dit is een Golden Brouw. Ja. En dat is gebrouwd. Ja. Gebrewd. Ik ben niet goed voorbereid, maar als je even twee tellen hebt, dan weet ik precies waar dat gebruikt wordt. Boekaresti, sector 1. Oké. Okay. Dus dat is een prima... Dus het Roemeense Heineken eigenlijk. Boekarestaans biertje. En dat is, het lijkt een beetje op Schul te brouwen. Het is nog goedkoper. En dat spreekt mij wel aan. Halve liter voor nog een euro. Stop. Ik wil even wat anders zeggen eigenlijk. Ik zit hier nou zo een kwartiertje inmiddels en ik zit zo een beetje omheen te kijken. En het meeste wat je eigenlijk ziet is water, heuvels, bruggen. En, jawel, windmolens. Ik zie hier echt, als ik voor me kijk, nou dat zie je waarschijnlijk op de camera net niet, dat is jammer. We kunnen een beetje gaan inzoomen. Ik zie een hele hoop windmolens. En eigenlijk waar wij van gisteren doorheen reden, waren heel veel fabrieken. En ik denk dat die mensen erachter zijn gekomen dat ze hier de boel een beetje aan het vervuilen zijn. Dus ze pleuren overal waar maar ruimte is, pleuren ze windmolens neer. En dat vind ik positief. Positieve wending. Ik wilde dat toch even meegeven. Zeker. Waarschijnlijk doet niemand er wat mee en je hebt er geen kloot aan, maar ik heb het toch maar even gezegd, weet je wel. Het is toch leuk, hè, Dan? Het is toch Dan en Don op reis. Je moet ook af en toe wat informatie meegeven. Het is niet alleen maar lang leven de lol, het is ook... Even cultuursnuiven. Even cultuursnuiven en een beetje dat milieu even aanstippelen. Hè? Laten we even op het zonnetje even richten. Kijk eens, jongens. Kijk eens, de watersporten, het is echt... Ja, jongens. Het kost een paar duiten. Ja. Dan heb je wel wat, hè? Het is heerlijk hier, jongens. Het windje, het zonnetje. Het lichaam is weer even lekker aan het bakken. Wat voor dikkie zeg. Ik lig hier lekker aan de waterkant. Het is genieten. Krijgen we zo twee biertjes, Don?
2,5 litertjes. Twee pelonies, hoorde ik. 2,5 litertjes voor nog geen 2 euro, hè? Dat is een prima deal. Ja, dat is een prima deal, dat dacht ik. En ze komt hem brengen tot aan het tafeltje hier. Jawel. We gaan even bakken, we gaan even genieten. En we zien jullie later. Later. Donald's bier komt eraan. Geweldig. Goeie service. Donald's bier komt eraan, Don. Bier komt eraan. Daar komt ze. Ga jij betalen? Ik betaal nog geen cent hier. Dat wordt nog opengemaakt ook. Hè? Toppie. Yes. Lekker hoor. Lekker Don. Hi. 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 Thank you. Zoals jullie kunnen zien is het zonnetje verdwenen en is het omgeslagen naar een klein tropisch stormje. Ze sluiten de toko iets eerder dan verwacht, dus wij gaan ook lekker terug naar het appartementje. Donnie is even betalen en dan goed, gaan we vanavond maar weer even kijken wat het leven hier in Mamaya gaat brengen. Ik denk trouwens dat het niet Mamaya gaat worden, maar we gaan even in Constanta kijken. Ciao ciao. Lieve mensen, we hebben even een update. Vandaag is onze tweede dag in Mamaya. We hebben het prima naar ons zin. We waren vanmiddag naar het strand geweest. Het ging een klein beetje regenen, een klein beetje onweren. Dus wij gaan terug naar het appartement. Wat blijkt? Wij zijn twee hele nuchtere, gezellige jongens. We houden van een muziekje, we houden van een sappie. We hebben een muziekje aanstaan, wij zingen mee. Even wat Hollandse hits. En wat blijkt? De buurman heeft de huisbaas gebeld. Dus de huisbaas kwam even aankloppen. Danny was douchen. Don zit hier lekker op de bankie. En wat hoort Don? Pap, 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 pap. Ik doe de deur open. En de huisbaas staat daar voor de deur. En die zei dat wij te veel lawaai maakten. Oké, maar hij gaf ons twee opties. Of wij moesten 150 euro betalen. En dat kregen we terug. Als we hier weg zouden gaan, daar heb ik niet zo heel veel vertrouwen in. Of wij zouden eerder weg moeten gaan en we krijgen het geld terug van de resterende dagen. Nu hebben wij Mamaya al wel redelijk gezien. Het is nog geen hoogseizoen, het is hier niet druk. Dus wij hebben even overlegd en wij gaan morgenmiddag naar Boekarest. Daar blijven we voor één nacht en dan gaan we naar Roemenië Noord. Dan gaan we naar Brasov, Cluj. We gaan er gewoon een roadtrip maken. Stopt niet op de planning, maar vanaf nu staat hij op de planning. Lijkt me hartstikke leuk. Dames en heren, jullie blijven op de hoogte. Dames en heren, welkom in Constanța. Dit is een mooie stad aan de kust van Roemenië, net naast Mamaya. Vanavond gaan we Constanța bekijken. Gaan we eens even kijken wat hier allemaal te beleven is. Barretjes, restaurantjes, clubs. Alles zit hier. Het schijnt hier één grote dolle bende te zijn. We gaan jullie vanavond lekker meenemen op stap. Ik heb er zin in. Donnie hebt er zin in. Let's go. Dames en heren, zelfs hier zijn ze voetbalgek. Overal wordt hier voetbal gekeken. We zijn nu al langs een aantal terrasjes gelopen. En overal hangen grote tv's met voetbal. En ja, dat vind ik wel mooi om te zien natuurlijk. Hè? Wij als twee voetballiefhebbers zijn dus hier ja, prima op ons plek, kan ik vertellen. We gaan ook even Roemenië kijken vanavond. Houd op de hoogte, later. Dames en heren, dit is onze taxichauffeur van gisteravond. Die komen we hier gewoon in. Hello, Constanta people. Tegen. Hello people, I'm Yanni from Romania. I'm a taxi driver and sometimes when somebody asks me something, I show him and I everything. Like a tour guide? Yes, yes. Like a tour. Yeah, this is his car and look, a beautiful car. Beautiful. Yes. And believe me, I am the best taxi driver from Romania. Yes. Yesterday, this guy is a perfect guy. But this guy can tell us where to eat. And it's, yes. What's it called? Pizzico. Pizzico. To the left side. We're going to eat 200 meters Pizzico. To the left side. Okay. Pizzico. Thank you, sir. And guys, you don't forget to call me tonight. I have still your card, so thank you.
Ja, we zijn bij Pichico, dames en heren. Hier loopt de ober. En wat hebben we gekregen? Een krant. Kijk. Een krant, maar daar staat ook in waar je kan bestellen. Ja, de krant hier, dat is ook gewoon de menukaart. Kijk, we slaan hem even open. En dan zien we allemaal wat ze hebben. Appetizers. Nou wil ik meneer Pichico niet gelijk aan de galg hangen, maar hij heeft de prijzen wel uitgevonden. De prijzen heeft hij goed uitgevonden, ja. Ik dacht dat Roemenië een goedkoop land was. Schijnt nogal mee te vallen. Schijnt nogal mee te vallen. Als ik zo om me heen kijk, zie ik ook veel toeristen. Prima. Pichico. Een hartstikke mooi, authentiek Italiaans restaurant midden in Constanza. Ik ga even draaien met de camera. Oh, jij gaat weg. Ik was met mijn verhaal bezig. Oh, sorry. Ja, ja. We gaan lekker voetbal kijken hier. Het is... Ja, ja. Oris, Oris. Noorwegen scoort. En die Roemeniër, die zijn niet te pruimen. Bad things. It's a lot of bad things.